Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ben Puk, jullie videoranger van Burgers Show. En binnenkort bestaat Burgers Show 110 jaar. En ik sta hier dan ook samen met Maura. En Maura, jij werkt hier al onwijs lange tijd. Bijna 50 jaar. Ja. Dus we gaan het vandaag eens hebben over de afgelopen 50 jaar, wat er allemaal is veranderd. Ik ben Maura Tijmans en ik ben bij Burgers Show begonnen in het Parkinsonram. Na één dag werd gevraagd of ik naar de winkel wou komen omdat daar iemand ziek was. En op een gegeven ogenblik toen was er nood aan de kassa en toen moest ik ineens naar de kassa. En van daaruit, ja, winkel, kassa, en dat was als weekend vakantiewerk toen ik op school zat. Nou, toen dat allemaal afgerond was en ik had mijn opleiding gedaan, toen vroeg mevrouw Van Hoven of ik op kantoor wou komen om bij te springen. Nou ja, en dat heb ik gedaan. En dat was helemaal leuk. En waar staan wij dan nu? Want we staan natuurlijk op een bijzondere plek. We staan bij de oude ingang en hier was de kassa. Dan de mensen liepen hier dus naar boven. Ja. En hier stond ook nog een klein kassa-unitje. En als het heel druk was, dan waren daar ook nog twee kassa's, konden daar gebruikt worden. Jullie zaten hier? Nou, als er dus kassadienst, dan was dit de kassa. Ja. En dan bouwden we hele muren van pinda's, want die moesten natuurlijk zoveel mogelijk zakken pinda's verkocht worden. Nu ondenkbaar dat er gevoerd mag worden. Tot wanneer was dit de ingang van Burgers Show? Tot de opening van de Bush. Dus 1988. 80, ja. En toen zijn we verhuisd naar het Anton van Hoofdplein, een stukje verder. En hier waren dus de kassa's, het woonhuis, maar ook de kantoren? Ja, klopt. Omdat we dus door het woonhuis van de familie Van Hoof moesten wij naar onze kantoren. Maar we kunnen wel even buitenom lopen. Kunnen we buitenom lopen? Wat leuk. En voor hoeveel jaar heb jij hier op het kantoortje gezeten? Of? Nou ja, vanaf 74 tot 88. Ja, hier, dit was ons kantoor. Nou, wat bijzonder. Ja. Oké, wat voor herinneringen heb je hier van het kantoor? Nou ja, het was natuurlijk altijd een bijzondere omgeving. Ja, dan gebeurde het wel dat er aapjes aan de fles kwamen of leeuwtjes. Nou, die leeuwtjes die liepen dan bij ons op kantoor rond. Dat meen je? Ja. Oh, andere tijden. Het was natuurlijk ook een gezin. Nou ja, dan was die orang of de chimp, die moest de fles hebben. Dus ja, dat hoorde ook gewoon bij je taak. Ook wel een beetje, ja, toch een klein beetje deel van de familie ook wel. Ja, omdat je in het woonhuis, en dat probeerden we wel een beetje voorzichtig mee te zijn, maar ja, je ontkwam er niet aan. Nee. Met alle kinderen heb ik op zien groeien. En nu weer een nieuwe generatie, dus dat is ook heel erg leuk. Bijzonder hè, dat het gewoon doorgaat natuurlijk als familiebedrijf. Ja. En dat ik ook oma Lucie nog heb gekend, dat die aan de kassa zat. Een rood kapje huisje. Dit is een oud stukje Burgers Show. Nou, dit moet uit de begintijd van het dierenpark hier in Arnhem zijn. Ja. En we zijn natuurlijk gestart in het dierenpark in Serenberg. Ja. In 1913. En het wolvenverblijf was een van de eerste dingen. En dat is 1924. En sinds 1924 staat Roodkapje hier dus ook al voor het huisje. Ja. Wat ik zelf heb meegemaakt is de bouw van het verzorgingscentrum. Oké. Okay. Daar stond een grote oude schuur met een groot hakblok. Oh. En daar werd hooi opgeslagen. En hier kwam dan een ruimte voor de dierenarts, voor het voer, een röntgenkamer, een afdeling voor de technische dienst. Dat was ook heel groot en dat is toen ook geopend door prinses Margriet. Bijzonder. En heb je hier nog bijzondere dingen meegemaakt dat je een keer... Ja hoor, ik heb op een gegeven ogenblik en toen moest ik ineens assisteren bij de operatie van een maraboe. En dat was nou niet al te plezierig, want maraboes die stinken vreselijk. Oh, dus ja. Ik moest die vleugels helemaal uit elkaar houden. Maar het is allemaal goed gegaan. Ja, er was ook nog een safari corner. Dat was in de buurt van het safari park waar de safari trein vertrok. En die is er ook niet meer, hè? De safari trein. Nee, de safari trein is ook weg. Ja. Ja, dan kon je met de trein, dan konden de bezoekers van het dierenpark met de trein door de safari. Ja, geweldig. En er werd onderweg allemaal uitleg gegeven. Dat was heel erg leuk hoor. Leuk, ja, oh, echt een grote verandering eigenlijk ook. Dat is ook. Zeker. We staan hier voor de Bush. En de bouw van de Bush en de komst van de Bush was eigenlijk een van de belangrijkste veranderingen in de afgelopen 110 jaar. Er is natuurlijk een heleboel aan vooraf gegaan. Eerst de proefval is gemaakt om te kijken of de kussens die op dat dak kwamen, of dat toereikend was om daar een hele grote hal van te maken. Zo'n ecodisplay als de Bush, 2 hectare groot, was dat al vaker in andere dierenparken? Nee hoor, dat is echt een ontwerp en een grote droom van de vader van Alex, van Anton van Hoof. Het grappige is dat die ontwerpen die werden ook altijd gemaakt op een sigaren
doosje op de achterkant. Nu staat er dit, plus de andere ecodisplays die er nu allemaal zijn. Ja, in 1986 is toen in april het startsein gegeven voor de bouw. En in 1988 ging de bouche open. En wat merkte je toen in het park? Nou, dat langzaamaan dat er meer bezoekers kwamen, want dan in de bouche tijdens de bouw en zo en de inrichting waren de gordijnen gespannen met kijkgaten. Oh. En dan kon dan iedereen kon daar doorheen kijken. Dat is leuk. Ja, natuurlijk ook de horeca, er kwam een restaurant bij. Een restaurant wat dus nu net is vernieuwd. Na, ja, inderdaad, dat is na 88 is het sinds dit jaar helemaal vernieuwd. Ja. Dus al dat meubilair heeft al die jaren stand bestaan, gehouden. Ja. Ja. Nou, zullen we binnen een kijkje gaan nemen? Oké, we zijn nu binnen in de bouche. Wat is hier de grootste verandering? Waren de planten al zo groot? Nee, de planten dat waren hele kleine, amper een meter. En daar waren we al ontzettend trots op. Ja? Ja. Maar daar keek je dus? Je keek van voor naar achter zowat in de bouche. Het was dat er zowat hellingjes waren gemaakt. Ja. En natuurlijk de grote waterval. Ja, de dieren die daar toen op een gegeven moment natuurlijk ook in moesten. Ja. He, zoals de zeekoeien, de aardvarkens. Aardvarkens kregen toen ook jongen. En zelfs de zeekoeien hebben ook hebben jongen gekregen. Groot in het nieuws, ja, natuurlijk. Groot in het nieuws. Ja. Ja, en eigenlijk dan een belangrijke vraag. Is Burgers Show ook weer klaar voor de komende 110 jaar? Natuurlijk. Ja. We blijven ontwikkelen. Nou, heel erg bedankt, ja, Maura, voor deze hele kleine greep. Veel meer vertellen, maar ja. Er is zoveel gebeurd, ja, in de afgelopen 110 jaar. 50 voor Maura, zo bijzonder. Ja. En willen jullie nou nog meer weten, lees dan alles op onze website, want daar staat nog veel meer informatie. En dan zien we jullie de volgende keer in de volgende vlog. Dankjewel. Doei. Tot ziens.